Goedemorgen! Woensdagochtend, Facebook Lifetime. En ik dacht, vandaag gaan we het eens even hebben over stressvreten. Emotie eten. Stressvreten, stress eten, emotie eten. Ik denk dat bijna elke vrouw zich hier wel in herkent. Ik steek ook meteen mijn handen op, want ik maak me hier nog steeds schuldig aan. Al is het op dit moment al jaren onder controle en heb ik er geen last meer van qua gewicht. Maar ik heb dat wel enorm, enorm, enorm gehad. En bij mij was dat zo erg dat ik echt een tik had. Dat ik dwangmatig zo veel at. Gewoon ook echt alles door elkaar. Dus dan ging het echt zo van, dat was altijd stiekem. En dan ging dat zo van de kelderkast induiken. Ook toen ik nog thuis woonde. Als ik nu nog aan terugdenk. En dan had ik chips. En koekjes, en dropjes, en boterhammen. En soms dacht ik, oh nee, ik moet ook gezond doen. Ik kreeg er stress van. Dan ging ik wat groente eten tussendoor. En ging ik daarna weer door. En dan ging ik toastjes smeren. Want ik dacht, ja, dat is gezonder dan dat je chips eet. En chocola, en koekjes, en echt alles door elkaar. De tik was echt dat ik door had dat ik buikpijn had. Omdat dan, toen kwam mijn lichaam het niet meer aan. En dan stopte ik vanzelf. Maar mentaal kreeg ik het niet geregeld om te stoppen. En het heeft jaren geduurd. Goedemorgen, Andrea. Goedemorgen. Ja, leuk, als je kijkt, laat even weten dat je er bent. Dan weet ik tegen wie ik aan het lullen ben. En dan zou ik het ook leuk vinden. Dus als je een vraag hebt, dat je eventjes wat laat weten. Maar het thema van vandaag is dus emotie eten. En ik heb net verteld hoezeer ik daar zelf aan geleden heb. En nu met momenten nog. Esther zei, ik kijk nog even mee voordat ik ga werken. Nou, superleuk Esther. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Want Esther die heeft net ook al gekeken in de Facebook Live in de community. Toen zei ze al van, ik ben lekker aan het wandelen. En ondertussen kijk ik of luister ik naar jou. Dus ik dacht van, nou, dan kan ik ook nog gecombineerd worden met nuttige dingen. Voor degene die nu kijken, wie durft ook eerlijk toe te geven? Net als wat ik net zei van, ik heb dat. Wie durft eerlijk toe te geven, ik heb dat ook. Al is het misschien niet elke dag, maar ik herken hierin, ik heb dit. Ik heb er last van. Wie durft dat? Wie durft het gewoon eerlijk te zeggen? Het is heel krachtig als je daar al eens voor uit durft te komen. Naar jezelf toe. Goedemorgen, Janne. Andrea zegt ikke. Ja, dat vind ik heel knap, Andrea. Je bent de eerste die het zegt. Ikke. Andrea, hoe ga jij daar op dit moment mee om, als je dat durft te delen? Hoe ga je daarmee om? Wat doe je? Voel je het aankomen? Weet je hoe je daarmee om kan gaan? Roger Chantal zegt, ikke. Ja, en dat is hartstikke, het is juist mooi dat je dit toegeeft. Hè? Dat is totaal geen iets waar je voor moet schamen. Want volgens mij hebben alle vrouwen dit. Echt iedereen die een emotionele band heeft met eten. En dat heeft bijna iedereen. Ik ken alleen een aantal mannen die gewoon eten omdat het vulling is, zeg maar. Omdat ze dingen, hè, energie nodig hebben. Maar voor de rest, iedereen heeft een emotionele band met eten. Wij eten omdat het lekker is. Wij eten als we blij zijn. We eten als we verdrietig zijn. Goedemorgen, Laurie. Laurie zegt, ik herken het helemaal. Esther zegt, ik ook. Andrea zegt, lastig. Je kan er niet mee omgaan. Ja, dat is ook hartstikke eerlijk, Andrea, dat jij dit zegt. Heb je er last van, Andrea? Denk het wel, hè? Ik hoop dat ik vandaag wat dingen kan delen, wat inzichten kan delen die mij helpen en geholpen hebben. Nogmaals, ik geef nog steeds eerlijk toe. Het is nog steeds een thema in mijn leven. En ik heb ook dat stukje geaccepteerd dat het niet weg hoeft, dat ik daar niet tegen vecht. En als het zo is, dan is het nu een moment zo. En dan lach ik om mezelf en dan denk ik, ja, stommer, ik heb het weer gedaan. En de volgende dag kan ik het dan omdraaien. En eerder ging ik daar zo in hangen, dat het daarna doortrok, zeg maar. Dus de dag erna weer, weet je, ik was boos op mezelf. En daardoor ging ik weer slecht eten. En dat was echt een vicieuze cirkel. En op een gegeven moment kom je er ook gewoon echt niet meer uit. Toen hoorde ik vorige week, luisterde ik iets wat iemand zei. Het was van een life coach. En dat ging over het omgaan met verslavingen. En ja, heel eerlijk, eten is gewoon, kan een verslaving zijn. Zeker als we een emotionele band hebben met eten, dan is eten gewoon ook een verslaving. We hebben ook eten nodig om überhaupt ons goed te voelen. Maar stress eten is heel iets anders als gewoon normaal eten om je goed te voelen. En wat voor mij geholpen heeft, hè, want bij mij speelde dit echt
heel lang. Het heeft echt jaren geduurd tot het punt dat ik gewoon echt letterlijk het bijna tot kotsen toe at. En toen voelde ik me zo verschrikkelijk dat ik probeerde om een vinger in mijn keel te steken, omdat ik dat gevoel niet meer wilde. Ik was zo misselijk. Ik voelde me zo smerig en dik en vreselijk. Maar dat lukte. Dat is dus nooit gelukt. En achteraf ben ik daar blij om, omdat ik denk dat ik anders een eetstoornis had ontwikkeld. Dus dat is nooit gelukt. En op het moment dat ik dus dat vanuit een ander punt, heb ik persoonlijk vanuit een ander punt dit ben gaan aanpakken. Dat is het punt geweest dat er dus echt verandering is gekomen. En dat is ook het punt geweest dat het nu nog steeds wel een thema is. Maar dat het gewoon maar af en toe de kop opsteekt. En niet meer continu aanwezig is. En niet meer continu iets is waar ik tegen moet vechten. En dit wil ik ook met jullie gaan delen. Wat mij enorm heeft geholpen is te gaan kijken naar de kern van mijn onvrede. Want ik heb mij heel lang heel ongelukkig gevoeld. En ik kon het als puber kon ik dat niet plaatsen. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 16 was. En ja, dat is voor mij heel moeilijk geweest. Mijn vader die uit huis ging, waar ik toch wel een goede band mee had. En dat was voor mij heel moeilijk. Toen kwam er een nieuwe man in het leven van mijn moeder. Daar heb ik heel veel moeite mee gehad. En ja, dat zijn dingen die mij echt zorgden dat ik dus super, super slecht in mijn vel kwam te zitten. En dat uitzien bij mij dus in eten. En ja, als je dit ook hebt, dan herken je dit met eten. Hoe zeg je dat? Je verdooft dat gevoel. Hè? Even voel je je dus heel goed. Dan hebben we het over dat korte termijn geluk. Even voel je heel goed. Je verdooft de pijn eigenlijk met iets anders. Dat doen mensen met een alcoholprobleem ook. Dat is eigenlijk altijd verslavings. Het omgaan met verslaving. En goedemorgen trouwens alle mensen die nu zijn ingetuned. Ik zou het superleuk vinden als je even hoi zegt. En ik vroeg net van wie durft eerlijk toe te geven dat hij dit heeft. Want heb ik heel veel ikjes gekregen. En dat waardeer ik heel erg. Want het toegeven, dat is niet iets waar je voor moet schamen, maar het is juist heel goed om dit. Hè, want dan sta je ook open voor hulp, sta je open voor verandering. Andrea zegt, ik wil het niet doen. Maar het is inderdaad een gevecht, maar het gebeurt te vaak. Ik blijf er inderdaad ook in hangen, zo herkenbaar wat je zegt. Andrea, heb jij ooit eens nagedacht, ik pak nu even jou als voorbeeld, omdat jij zo kwetsbaar durft te zijn. Heb je ooit eens nagedacht wat jij nodig hebt in het algemeen, in het leven, hè? Niet puur op dat gebied, maar in het algemeen, om je beter te voelen? Want dit komt ergens vandaan. Hè? Dit komt door niet lekker in je vel zitten. Wat maakt dat je niet lekker in je vel zit? Wat voor ding, wat voor iets wil jij veranderen in je leven? Dat is de vraag die je jezelf moet stellen. Dat ging ik dus ook doen. En ik was toen, bij mij speelde dit heel erg in een periode van 16 tot 21 jaar ongeveer. 22. Daar heb ik er heel erg mee geworsteld. Goedemorgen Esther, leuk dat jij ook kijkt. Esther zegt, ik merk nu dat ik gezond eet, zoals Kim, dat ik ergens een stuk vanzelf al minder stress heb. Misschien omdat ik me er al minder druk om maak. Onbewust dus ook het emotie eten is een heel stuk minder geworden. En als het misgaat, is het net zoals Kim beschrijft, blijf ik er niet meer in hangen. Ja, dat vind ik fantastisch om te horen, Esther. Wat goed dat je dit deelt. Want dit werkt natuurlijk ook, hè? Maar dat is een punt waar ik zo meteen op wilde komen. Maar ik weet waar het door komt. Andrea, is het iets wat jij kan oplossen? Of weet je wat er moet gebeuren zodat dingen anders worden? Dat is dus de algemene vraag die je zelf mag stellen. Dus op het moment dat je merkt dat je er last van hebt en dat je er continu last van hebt, ga dan eens bij jezelf na. Wat is het nou dat mij zo ongelukkig maakt of niet lekker in mijn vel doet zitten? Wat is het nou wat me echt dwars zit? Wat zou ik anders willen? En misschien is het wel niet iets heel bewust waar je echt, snap je, waar je echt meteen de vinger op kan leggen, maar misschien is het wel iets dat jij een bepaalde droom hebt, maar dat je geen stappen durft te zetten. Dat kan ook een vorm van ongeluk en stress zijn. Dat je een ander leven voor jezelf wil, maar dat je gewoon niet weet hoe je het moet creëren. Dat kan met relaties zijn, dat kan met werk zijn, dat kan met bepaalde keuzes maken zijn, dat kan met alles zijn. Oké, Andrea, nee, dat is niet erg. Sorry dat ik je niet kan benoemen wat het is. Dat is privé en dat is hartstikke oké. Hoef je niet te doen, Andrea, dat is goed. Maar je hoeft ook niet te benoemen wat het is, maar is er iets wat jij kan doen om het voor jezelf te veranderen of makkelijker te maken of anders te maken? Ik ben afhankelijk van iemand anders om dit op te kunnen lossen, maar diegene werkt niet mee. Oké, okay. Ja, dan komen we bij een ander punt en dat is natuurlijk dat jij nooit een ander kan veranderen. Het enige wat je kan doen is jezelf veranderen. En op het moment dat je merkt dat je jezelf verandert,
Vaak is het ook zo, op het moment dat jij verandert, beweegt een ander mee. Maar dan moet je echt een mentale verandering maken. En dat ik niet precies weet wat het is, Andrea, vind ik dat ik niet te veel mag zeggen. Omdat ik je anders beter kan helpen op het moment dat ik wel zou weten wat het is. En ik weet op het moment niet hoe ik het makkelijker kan maken. Ja, dat is moeilijk. Vaak is het wel zo, Andrea, misschien dat je aan deze tip wat hebt, omdat ik niet meer de diepte in kan gaan nu. Is dat jij kijkt naar wat kan ik doen, wat is binnen mijn bereik om te veranderen. Dat doe je. En je zult gaan zien op het moment dat jij verandert, dat andere mensen om jou heen ook veranderen. Dat is op dit moment de beste tip die ik jou kan geven om eens te proberen. Jasmijn zegt, ik heb hier wel mee geworsteld, maar ik ben een jaar voor in behandeling geweest. Oh, wat knap dat je dit deelt. En nu ben ik geen emotieeter meer, maar ik merk wel dat ik op sommige momenten nu veel emotioneler ben, omdat ik het niet meer weg eet. Oh, dat is mooi wat jij nu zegt, Jasmijn. Jasmijn, hoe ga je daar nu mee om dan? Wat heb jij geleerd en hoe benader je het nu? Andrea zegt, snap ik, lieve kind, dankjewel. Andrea, heel graag gedaan. Ik voel niet dat ik je heel erg heb kunnen helpen, maar nou, hopelijk kan je er toch iets mee. Dankjewel voor je kwetsbaarheid, Andrea. Dankjewel dat je het hebt durven delen. Heel krachtig dit al. Dus ten eerste ga eens na van, wat is datgene? Want ga dat eens opschrijven. Op het moment dat je het concreet maakt, hè, en ook zichtbaar maakt, ga je echt ook de vinger op de zere plekken leggen. Wat is het nou dat ik anders wil in mijn leven? Ben ik niet gelukkig in mijn relatie? Vaak is dan ook de kern, ik ben niet gelukkig met mezelf. En wat is het dan? Hè? Wil je, snap je, wat wil je veranderen? En voor mij was dat, op dat moment, ik was boos. Ik was boos om alles. Ik was boos op mijn vader en moeder, dat ze zijn gescheiden. Ik was boos op mijn vader dat hij weg is gegaan. Ik was boos op mijn moeder, omdat ze een nieuw iemand in het leven. En ik was boos op die man, want die kwam dan bij ons thuis. En dan deed hij net of dat alles van hem was, dat kon ik niet tegen. En dat ligt allemaal niet aan hun. Het lag allemaal aan mezelf. Maar ik was boos op hun. En ik was een stuk jonger en ik zag dat niet anders. Ik zag alleen maar dat het hun fout was en het lag totaal niet aan mezelf. En op het moment dat jij de vinger wijst naar jouw situatie, wijst de vinger naar iemand anders. Dus dat die schuld is aan jouw situatie, dat die de schuld is van jouw situatie. Dan, en dit is echt de grootste takeaway van vandaag, dan gaat er nooit een verandering komen. Op het moment dat jij iemand anders de schuld geeft van jouw situatie, en ook het lot van jouw situatie in handen legt van iemand anders, gaat er nooit een verandering komen. En die mag je van mij aannemen. Pas toen ik het moment dat ik ging zien dat mijn eigen leven afhing van de keuzes die ik maakte en de manier waarop ik dacht, en dat ik alles zelf in de hand had, toen, en dat is echt niet van vandaag op morgen gegaan, maar toen is er echt wat veranderd. Toen ging ik aan mezelf werken. Toen ging ik anders denken. Toen ging ik ineens werd ik getriggerd door bepaalde boeken. Mijn eerste boek was De Wet van Aantrekking. The Secret was dat. Maar dat is De Wet van Aantrekking. Heel simpel beschreven. Dat triggerde mij. En dat triggerde mij zo enorm dat ik meer wilde weten. Dus automatisch ging ik informatie op internet zoeken. Ik ging filmpjes kijken. Ik ging nog meer boeken bestellen. En hoeveel te meer dat ik las en hoorde, hoeveel te meer dat ik een shift maakte qua mindset. Ja, en Antje zegt nog afstemmen op dat de ander gaat meewerken. Dat heeft ook met de, ja, ik ben het helemaal mee eens. Niet meer denken en benoemen dat de ander het niet doet. Maar juist inderdaad gaan focussen op dat hij het wel doet. Voor jou, Andrea. Antje, dankjewel dat je dit deelt. Ik ben het helemaal met je eens. En dat is helemaal in lijn met wat ik nu zeg. Alleen kun je dit zelf veranderen. Alles kun je zelf veranderen. Dat is wel echt zo, hè. Alles kun je zelf veranderen. En veel te veel mensen kruipen in de slachtofferrol. Omdat ze zich niet bewust zijn van hun eigen aandeel. En ook niet bewust zijn van het feit dat ze alles in eigen hand hebben. En op het moment dat je alleen al de stap zet om dat als waarheid aan te nemen voor jezelf. Dat alles in je eigen handen ligt. Dat jouw waarheid wordt. Dat is al de eerste grote stap. Dat is namelijk bewustwording. En een andere koppeling maken hier. En op het moment dat je dat kunt, gaat er heel veel veranderen. Want dan ga je in een andere mindset terechtkomen, in een andere wereld. Je gaat anders denken, daardoor ga je anders handelen, daardoor gaan mensen anders op je reageren. Je maakt andere keuzes en dingen gaan in het positieve veranderen. Toen ik stopte met de vriend van mijn moeder de schuld geven, mijn moeder de schuld geven, mijn ouders de schuld geven, mijn huidige relatie de schuld geven, ik gaf iedereen de schuld. Ik was te dik, dat was ook, was allemaal, maar dat was allemaal hun schuld, hè, want ik ging eten doordat zij mij pijn deden. Bullshit. Ik vrat me vol omdat
ik niet met veranderende situaties om kon gaan. Dat was mijn probleem. En ik zag dat toen niet. Nu zie ik dat heel goed. En toen begon ik dat te zien. En dat heeft voor mij zoveel in mijn hele leven veranderd. Die manier van benaderen. Weten dat je alles zelf in eigen handen hebt. En dat de schuld geven aan iemand anders is indirect meteen zeggen... Ik kruip lekker in de slachtofferrol en ik ben zielig. En ook meteen een reden hebben, een excuus hebben waarom je er niet uit kan komen. En dat is echt super belangrijk om je te realiseren. Daarom zeg ik, stap 1 is, neem dit aan als jouw waarheid. Dan is de bewustwording er. Want op het moment dat de bewustwording er is, kun je ook echt een verandering teweeg brengen. Volgende stap is, ga eens kijken, wat kun jij doen om anders te gaan denken? Wat inspireert jou? Wie inspireert jou? Wat heb jij nodig om daarin een schop onder je kont te krijgen? Om daar extra door getriggerd te worden? Misschien is het een boek, misschien is het een coach, misschien is het een podcast, misschien is het een video, misschien is het televisie, misschien is het een vriendin, misschien whatever. Misschien heb je wel inspirerende mensen in je omgeving. Ga daar eens meer mee om. Ga daar eens meer open tegen zijn. Want vaak is ook een punt zo dat we het willen verbloemen naar de buitenwereld toe. Dat we maar net doen of alles perfect is. Maar vaak op het moment dat jij je gaat openen en gaat vertellen wat er is, gaat een ander zich ook kwetsbaar opstellen. Ga jij zien dat je niet alleen bent? Leer je van iemand anders hoe zij met die situatie omgaat? Krijg jij weer andere gedachtes? Omdat jij denkt van, oh, wat een eye-opener. Dat zou ik ook kunnen proberen. En op die manier verandert er gewoon zoveel in jouzelf. Maar daardoor ook alles om je heen. Hoeveel te meer dat jij je openstelt, hoeveel te meer dat je... Stop met de schone schijn ophouden. En weet je, als je je afvraagt van... Maakt me dat echt gelukkiger door het allemaal maar zo... Zo nep te maken. Het is heel belangrijk om te realiseren van... Wat is het nou echt dat me dwars zat? En wat me dwars zit? En wie is daar de schuldige van? Wie kan dat veranderen? En op het moment dat jij je realiseert dat het allemaal begint bij jezelf... Dan vindt er een grote shift plaats. Jasmijn zegt herkennen wanneer ik een bepaalde emotie voel, erover praten. Ja, dat is precies die openheid, fantastisch. Of het simpelweg opschrijven is ook het van je afschrijven en het uiten. Niet direct naar eten grijpen, maar vooral denken, is dit een vervelende situatie waar ik een aandeel in heb gehad? Zo ja, schrijf en praten. Zo nee, leer het langs je af te laten gaan. Dit is perfect, Jasmijn. Wat goed dat je dit deelt, want dat is exact wat ik eigenlijk net benoemd heb. Wat mooi dat jij dit zo ervaren hebt en dat je dit... Zo hebt om kunnen zetten naar succes. Dan zegt Andrea nou, dit is wel echt de vinger op de zere plek leggen. Ja, dat is de bedoeling, Andrea. En ik weet dat jij dat ook positief oppakt. Maar vaak heb je het echt nodig om die bewustwording te krijgen. En om dit even te horen, om echt een verandering te maken. Want anders blijf je hangen in de situatie. En dan blijf je ook in het negatieve zitten. En dan blijf je ook met het gewicht zitten. Je blijft met het vreten zitten. En dat lost niks op. Want je wordt er niet gelukkiger van. Ik merk het even mij wel zeker 5 jaar geduurd. Ik werd alleen maar ongelukkiger. Tot er iets knapte in mijzelf. En toen moest er iets veranderen. Ik kon niet meer verder. Esther zegt, dat heb ik nou niet. Ik heb meer last om te beginnen met eten in de morgen. En dan te blijven eten. Dit blijft voor mij moeilijk. Weten hoe het moet, weet ik wel. Maar Esther heeft dit niet ook... Dit is wel wat anders, maar heeft het niet ook met mindset te maken? Dat het gewoon ook een kwestie is van ik doe het gewoon, ongeacht van hoe ik me voel. Ik wil dit en ik doe het. Ook wat dat betreft, positief benaderen. Je wil een verandering, je weet dat het goed voor je is. Probeer dat ook positief te benaderen. Je weet het, je wil het, doe het dan. Je kan dat. En op het moment dat je het langer doet, ga je namelijk vanzelf je lichaam trainen om een ander ritme te krijgen. En op het moment dat je echt 's avonds eerder gaat eten en minder gaat eten, ga je honger krijgen in de ochtend. Ik zweer daarbij. Het duurt misschien wel 14 dagen voordat dat gevoel komt, maar het komt wel. Dan zul je echt de stap moeten zetten om minder te eten in de avond, ook al heb je dan honger. Je moet ergens de shift maken, dus dan ga je toch dan maar een keer met enorme honger naar bed. En normaal ben ik daar geen voorstander van, maar wel om een verandering teweeg te brengen. En dan... Makkelijker gezegd, Kim. Nee, dat is niet zo, Esther. Dat is niet makkelijker gezegd. Want dat is hetzelfde als dat jij advies geeft aan Andrea om positief te denken. Dit is hetzelfde. Dit is echt, op het moment dat je echt een verandering wil, is het gewoon een kwestie van doen. Als je echt iets wil veranderen, is het een kwestie van doen. En dan zul je even door de zure appel heen moeten, weten dat het daarna makkelijker wordt. Kijk, elke verandering is makkelijker gezegd. Alles wat je wil veranderen is makkelijker gezegd. Maar het gaat er dan vaak om hoeveel last ervaar je van de huidige situatie. En voor mij bijvoorbeeld toen, ik had zoveel last van waar ik in zat, dat het gewoon ja, niet meer ging. Weet je, en dan was ik bereid om
om even dingen anders te gaan doen en om door die zure appel heen te gaan, omdat de pijn die ik had, die was het allerergste, zeg maar. Dat kon gewoon niet meer erger. En op het moment dat je dat voelt, dat je pijn zo groot is, dan is de verandering makkelijker. Dan voelt het als bijna ja, de enige keuze. Het is natuurlijk, je hebt altijd een keuze, hè? Je hebt altijd een keuze, maar het voelt dan als de enige weg om nog te kunnen nemen. Maar belangrijk is wel ook hierin, ik praat niet alleen tegen Esther, ik praat tegen iedereen, is om je te realiseren dat jij het allemaal zelf in de hand hebt. En op het moment bijvoorbeeld, Esther, dat jij zegt van ik vind het niet fijn om 's ochtends te eten, nou dan eet je wat later, ook dat is geen probleem. Maar dat je dan wel bijvoorbeeld de focus legt op één ding veranderen. Bijvoorbeeld, ik start al met bijvoorbeeld mijn avondeten eerder te eten. Of ik start al met minder te eten 's avonds. En dan ga ik vanzelf wel voelen wanneer mijn lichaam meer honger krijgt overdag. En dan zet ik de stapjes zo. In plaats van dat je 's ochtends begint, begin je dan 's avonds met de eerste verandering. Dat is ook een manier van benaderen. Maar het willen, het inzien, ten eerste de bewustwording van wat is het nou wat me echt zo dwars zit? Wat is het nou echt? Wat is de kern van mijn situatie? Dat is stap 1, bewustwording. Stap 2 is dan jezelf realiseren dat jij het zelf allemaal in handen hebt, die verandering. Dus niet meer de schuld geven aan een ander. Een ander werkt niet mee, een ander wil dit niet, een ander wil dat niet, een ander zegt dit tegen mij. Jij bent degene die jouw situatie moet veranderen. En dan 3. En dan is 3. En dat is wat ik vorige week luisterde. Ontwikkel voor jezelf een zelfliefderitueel. En die vond ik zo waardevol. Voor mezelf was dat een trigger op dat moment. Ik heb de afgelopen 2 weken zelf heel slecht in mijn vel gezeten. Ontwikkel een zelfliefderitueel. En dat kan van alles zijn. En dat is ook weer een stukje jezelf kennen. Weten wat jou blij maakt. Het kan punniken zijn, haken, wandelen, zwemmen, op de bank liggen, niks doen, televisie kijken, buiten zitten, naar een vriendin gaan, een dagje sauna, whatever. Maar ontwikkel een zelfliefderitueel. En hoeveel te meer het kan zitten in de kleine dingen. En dan bedoel ik in de dingen die je alle dagen kan doen, die je goed laten voelen, dan is dat stap 3 naar een verandering. En voor mij is dat ik al nu bijna een paar maanden al bezig ben met een ochtendritueel voor mezelf. En dat houdt in dat ik over het algemeen om 6 uur opsta. Nu is dat makkelijk in de zomer omdat het vroeg licht is. En dat ik het eerste uur van de dag besteed aan uitgebreid eten, rustig eten en een boek pakken waar ik mijn inspiratie uithaal en mijn mindset continu ja, scherp hou, bewust hou van alles, hoe het werkt. En continu naar binnen ga en blijf voelen. Want ik heb ook de neiging vaker in mijn hoofd te gaan. En zeker in drukte. En ook als ondernemer zijn zit ik heel vaak in mijn stukje mannelijke energie. Alleen maar hoofd, hoofd, hoofd. Terwijl het heel belangrijk is om die connectie te maken met mijn gevoel. Op het moment dat ik die dag zo start, werkt dat voor mij dus echt super, super, super goed. Dat is dus mijn zelfliefderitueel. Daarnaast komt erbij dat ik elke dag bijna een uur wandel. Dat is ook een zelfliefderitueel. En dan luister ik ook weer naar een inspirerende podcast. Daar word ik dus echt oprecht blij van. 'S Avonds even buiten zitten met een boekje en naar zonsondergang kijken. Ja, dat is toch fantastisch. Ja, nou, persoonlijk word ik daar heel blij van. Maar het is voor iedereen anders. En misschien kan iemand, als je nu kijkt, wie wil dat delen? Wat zijn dingen die jou heel blij maken? Wat zijn kleine dingen die jou heel blij maken? Wat is iets wat voor jou een zelfliefderitueel is of zou kunnen worden? Laat me eens weten waar jij happy van wordt. Kijk, ik deel waar ik happy van word. Misschien denk je dan van, oh nee Kim, daar heb ik helemaal niks mee. Dat kan, dat is prima. Je hoeft het ook niet 's ochtends te doen. Alleen mij helpt het om de dag rustig en niet gestrest te beginnen. Esther zei, ik ga je eetverslag opzoeken en dan toch weer proberen op te pakken. Wat goed. Nou, Esther, fantastisch. Dat is fijn dat je die motivatie voelt om dat te doen. En probeer Esther niet te veel te willen in 1 keer. Probeer 1 stapje te maken, 1 verandering. Daar een tijdje op te focussen en daarna komt die volgende stap wel. Niet meteen resultaat willen. Probeer ook dat te doen. Pak een kleine verandering, verwacht niet meteen resultaat. Maar probeer vooral te luisteren wat vertelt mijn lichaam me. En hoe voelt mijn lichaam zich anders elke dag. Maar wie wil een stukje zelfliefderitueel delen?
Jasmijn zegt, Esther, ik heb ook altijd moeite gehad met 's morgens beginnen met eten en toen had ik 's avonds veel honger. Nu merk ik dat zodra ik een groot ontbijt eet, dat ik richting het einde van de dag steeds minder honger heb. Halleluja! Totdat ik nu niet eens zonder ontbijt kan en 's avonds na het avondeten nog moeite heb met een tussendoortje. Yes! Halleluja! Dankjewel dat je dit deelt, Jasmijn, want dat is ook echt zo. Jij hebt letterlijk je lichaam getraind om een ander ritme aan te nemen. En dat kan. Alleen wat daarvoor nodig is, is A, vertrouwen. En B, lang genoeg doorzetten tot je lichaam echt gaat veranderen. Fysiek. En dan bedoel ik niet zozeer fysiek in kilo's, want dat is natuurlijk een logisch vervolg. Maar vooral dat het lichaam verandert qua gevoel, zeg maar. Dat je 's ochtends honger gaat krijgen en 's avonds niet meer. Dus dankjewel, Jasmijn, dat je dit deelt. En als ik ook iets wat dan hebt als extra stimulans, want dat werkt echt zo. Maar het heeft tijd nodig en probeer dat geduld op te brengen. Gun je lichaam dat en gun jezelf dat. Maar wie durft zijn zelfliefde ritueel of misschien een aha-momentje te delen of denkt van, oh, dit zou ik elke dag kunnen doen. Al is het maar 5 minuten, hè, want ik praat nu over om 6 uur opstaan, maar dat is omdat ik me daar happy bij voel. Maar misschien doe je 's ochtends maar 5 minuten iets. Ik weet dat sommige mensen mediteren bijvoorbeeld. Dat is iets waar ik in de toekomst nog naartoe wil, maar nu me daar, ik voel me daar nu niet geroepen toe. Dus, of tot toe. Nou ja, in ieder geval, dat is niet iets wat nu bij mij speelt. Nu zijn het even de rust pakken en boeken. En Andrea zegt, ik ga kijken of het financieel haalbaar is om weer aan te sluiten bij de community. Dat was altijd een fijn begin van de dag. Lezen en delen met lotgenoten. Nou, Andrea, ik weet niet of jij dat weet, maar ik heb voor iedereen die al lid is geweest een keer, hè. Op het moment, ik weet niet hoeveel maanden jij lid was, Andrea, maar als je opnieuw lid wil worden, hoef je niet het hele bedrag te betalen. Je betaalt een totaal van 11 maanden lidmaatschap. Dus stel, je hebt er al 5 gehad, hoef je nog maar 6 maanden te betalen, want ik heb er een lifetime lidmaatschap voor gemaakt en degenen die al ooit lid zijn geweest, hebben daar die heb ik dan extra beloond door te zeggen van, nou, dames, jullie nu nog 2 maanden lid zijn voor sommigen, dan sluiten we het af, hoef je niet meer te betalen, mag je er voor altijd in blijven. Dus Andrea, misschien is dat voor jou een supergoeie op dit moment. En het is echt, als je het, zeker voor jou gaat er een heel deel af, maar het is echt zo een verhouding, zo goedkoop. Je kan het in 3 termijnen betalen, maar een lifetime lidmaatschap, hè. En dat is gewoon elke dag. Wij zijn spreken voor de rest van je leven, zolang de community bestaat. Dus dit is echt, oh nee, ik sta ook volledig achter die prijs, want goedkoper kan ik het gewoon niet doen. Het is gewoon zo weinig en je krijgt er zoveel voor. Andrea, denk er serieus over na. En als je nog even met mij daarover wil sparren, dan stuur me even een berichtje. Want dat gaan we voor jou helemaal regelen. En anders doen we het nog in termijnen, dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, en Jasmijn zei, ik vind het geweldig. Nu hoef ik echt nooit meer te diëten en ik ben al 7 kilo afgevallen. Oh. Oh. Jasmijn, fantastisch. Wat tof, man. Ik ben super trots op jou. Dat heb je zelf gedaan, hè. En wat mooi dat je met de persoonlijkheid aan de slag bent gegaan. En met je denkwijze, met je mindset. En nu dus ook letterlijk met de strategie. Fantastisch, Jasmijn. Esther zegt, knap, Jasmijn. Hopelijk lukt het mij ook. Nee, Esther, niet hopelijk. Dat is de verkeerde mindset. Esther, jouw mindset wordt nu, het lukt mij ook. En ik stop niet tot het mij gelukt is. Dat is die winnaarsmentaliteit. Dat is die succesmentaliteit. Anderen kunnen dit en ik kan dit ook. En ik stop niet tot het mij gelukt is. En als je dat als mindset pakt, dan win je ook. Dan lukt het je. Dan boek je succes. En Esther, je doet het 14 dagen aan 1 stuk. 14 dagen die verandering. En je lichaam is eraan gewend. Dat garandeer ik je. Jij kan dat, Esther. Echt waar. Geloof in jezelf. Niet hopelijk, want dan trek je het weer in twijfel. Jij kunt dit. En ik krijg gewoon van niemand een zelfliefderitueel terug. Ik eet iedere avond in de tuin. Oh ja, dat is een mooie. In de tuin, in het zonnetje. En ik drink daarna een kopje koffie en geniet van de bloemen en de vogeltjes. Ja, wat heerlijk. Dat is gewoon even helemaal niks en bewust in het moment zijn. Nou, Andrea zegt, daar kom ik zeker op terug. Joepie. Nou, fantastisch, Andrea. Heel goed. Ik denk dat dat misschien op dit moment even een extra trigger en stok achter de deur kan zijn. En Andrea, er is zoveel materiaal en video's bijgekomen de laatste tijd. Want we hebben nu net vorige week de actie 4 kilo in 4 weken afgesloten. Dat betekent weer 31 extra video's met helemaal van hoe bouw je stofwisseling op. En mindset, de wet van aantrekking, moeilijke momenten, stress, alles staat erin. Dus let me know. Je bent van harte welkom in ieder geval. En natuurlijk het stukje elkaar empoweren. Antje zegt, ik begin elke ochtend met de gedachte, goedemorgen, lieve ik. Dat is ook zo mooi. Het is zo klein, maar het is zo mooi. Kijk, dan deel ik mijn ritueel en dat is dan redelijk uitgebreid. Maar nogmaals, dat ben ik en ik voel me er fijn bij. Maar het kan met een positieve affirmatie zijn. Maar dat maakt zoveel uit. Dus samenvattend, hè, wat ik nu verteld heb, samenvattend. Stap 1, realiseer je wat de reden is waarom je grijpt naar eten.
Wat is die voor jou, die stress? Wat triggert die stress? Wat is hetgene waar je niet happy over bent in je leven? Wat is het stukje? Durf het aan te kijken. Durf het aan te gaan. Dat is 1. Bewustwording is superbelangrijk. Dan heb je 2. En 2 is dat jij volledig gaat ownen. Dat je het volledig zo durft te gaan zien. Dat jij en alleen jij degene bent die verantwoordelijk is voor zijn eigen situatie. En dat jij de enige bent die jouw situatie kan veranderen. Op het moment dat jij de vinger wijst naar een ander. Of zegt, dit komt door die. En dit komt door dat die zeggen, wat die doet en die werkt niet mee. Dan kruip je in een slachtofferrol. En neem je geen leiderschap over jouw situatie. En die is super belangrijk. Dus bewustwording, wat is hetgene wat me nu triggert? En stap 2 is, ga het als jouw waarheid aannemen dat jij de enige bent die verantwoordelijk is voor je situatie. En dat je de enige bent die het ook kan veranderen. Niet met de vinger wijzen naar een ander, want dan kruip je een slachtofferrol. En stap 3 is, wat kan jouw zelfliefderitueel worden? En het moment dat jij namelijk dit ontwikkelt, je gaat die eerste 2 aanpakken en die derde ontwikkel je, een zelfliefderitueel. Dan creëer je namelijk dat jij op een andere manier met de situatie omgaat als ze zich voordoet. Ten eerste, de eerste 2 geven je kennis en inzicht en ook een verandering qua mindset. En de derde is daadwerkelijk een strategie aanpak. Dus op het moment dat jij nu voelt van ik kom weer in zo'n situatie terecht en ik heb die behoefte om te gaan eten, werd er vorige week ook verteld in die podcast, wat ik hoorde van het zelfliefderitueel. Ga eens opschrijven wat jouw zelfliefderitueel nu is. En plak is op bepaalde stukken, bijvoorbeeld op de koelkast, of aan de binnenkant van de koelkast, binnenkant van de keukenkastje, waar bijvoorbeeld snoep ligt, waar allemaal die zooi ligt, waar je naartoe wil, waar je naar aan wil grijpen, waar je naar die wil gaan eten, waar je naar grijpt op dat moment, dat je je herinnert aan het feit dat dit niet is wat je wil. Dat is heel belangrijk om je te realiseren. Het is vaak een gewoonte, hè, zonder erbij na te denken, oh, ik voel me kut, hoppakee, keukenkastje open en maar naar binnen duwen. Op dat moment voel je je beter, maar vaak al op het moment dat je gestopt bent met eten, dus je hebt het doorgeslikt, komt vaak al op een realisatie van, godverdamme, heb ik het weer gedaan, blijf ik weer dik, of heb ik mezelf, vooral vrouwen kunnen zich zo dat aanpraten. En ik herken dat gevoel, want ik ben ook zo. En dan heb je korte termijn versus lange termijn geluk. En weet je, dat volproppen, dat is echt, denk een minuutje of zo, dat je daar lekker bij voelt. En daarna komt vaak al het negatieve gevoel. Ook daar is een bewustwording voor nodig. Vaak doen we dingen op automatische piloot. En om dingen te doorbreken, zal er bewustwording moeten komen. En zal er een andere manier van omgaan met moeten komen. En op het moment dat je die bewustwording vaker triggert, zal je ook sneller getriggerd worden om dingen anders te gaan doen. En vandaar dat het heel goed is om dingen op te schrijven. Maak ze visueel, maak ze zichtbaar voor jezelf. En hang die eens op bepaalde plekken op wat voor jou belangrijk is. Al is het, misschien is het een spiegel. Misschien is het een keukenkastje. Misschien is het een koelkast. Maakt niet uit wat het is. Hè. Er is geen goed of fout. Maar weet wat voor jou werkt. Is er iemand nu... Even kijken. Is er iemand nu, wilde ik vragen... Die zich hier heel erg in herkent. Of die zegt van, oh, daar zou ik echt wel mee aan de slag willen. Ik denk dat dit een enorme verandering voor me zou kunnen zijn. Wie herkent zich in stukken wat ik nu benoem? Esther zegt, wat moet ik doen als ik met mijn mannetje in het weekend ga eten? Nou ja, hetzelfde, Esther. Dan ga je gewoon wel eten met je mannetje, maar dan is het niet bijvoorbeeld 3 gangen, maar je bestelt alleen een hoofdgerecht. Zo doe ik het altijd als ik uit eten. Ik bestel alleen een hoofdgerecht. En op het moment dat ik overdag veel gegeten heb, kan ik dat hoofdgerecht vaak ook niet op. En dan eet ik gewoon tot mijn lichaam zegt, nu is het voldoende. En niet maar eten om te eten, want uiteindelijk het eten gaat om de tijd die je met je man hebt, privé. Het gaat niet om het eten. Het eten is lekker, maar dat hoeft niet veel te zijn. Uit eten, tenminste voor mij, gaat het om het gezelschap waar ik mee ben. En dat ik daarvan geniet. En dat ik naar mijn lichaam luister. En op het moment dat ik vol zit, zit ik vol. En wat ik dan doe, Esther zelf, is dan eet ik de hele dag gewoon mijn normale dingen. Ik eet voldoende. Rond 1 uur of 5 pak ik nog wat extra groenten. Bijvoorbeeld sherrytomaatjes, wat komkommer of worteltjes. Dan zit ik redelijk vol. Ik ga niet met honger naar een situatie toe vanuit eten. En ik bestel daar alleen een hoofdgerecht. En dan kijk ik hoe groot is dat gerecht en hoe voelt mijn lichaam, wat kan ik op. Tot zover eet ik en dan stop ik. En dan is het goed. En dan als toetje een kopje koffie of een kopje thee met een chocolaatje erbij en that's it. Waarom zou je vol moeten eten en vreten? Toch? Het gaat toch om het gezelschap? Het gaat toch om het moment? Het gaat toch niet om zoveel mogelijk eten? Dus eigenlijk zou je het op dezelfde manier kunnen doen. Jasmijn zegt gewoon lekker doen, Esther. Ik heb altijd
gehad dat ik tijdens het dieet direct weer aankwam van een keer uit eten. En nu ga ik wel eens uit eten en eet ik soms in het weekend gewoon lekker frietjes thuis en daar kom ik nu niet meer van aan. Ja, precies, ik ervaar dat ook zo, helemaal waar. Gewoon omdat dit geen dieet is. Verder heb ik er niet echt een verklaring voor, maar ik ga ook gewoon lekker uit eten vanavond. Nou, super Jasmijn. En Jasmijn, hoe dat komt, is omdat je overdag voldoende eet, daarmee verhoog je je stofwisseling. En als je dan een keer gaat uit eten en je eet wat meer... Dan is het niet zo dat je lichaam dat meteen wil opslaan. Want als je te weinig eet, namelijk of je eet 's ochtends niet, dan vertraag je je stofwisseling. En op het moment dat je dan daarna wel wat eet, houdt je lichaam dat vast. Op het moment dat jij dus de hele dag eet, verbrandt je lichaam en heeft je lichaam 's avonds ook niet de behoefte om dat dan vast te houden. Daar komt dat door, Jasmijn. En dat is ook, het is ook een mindset ding. Op het moment dat jij lekker al die dingen eet en je zegt tegen jezelf, ik kan dat hebben, ik kom daar niet van aan. Dan gebeurt dat ook. Op het moment dat jij gaat uit eten en van tevoren al tegen jezelf zegt, ja, hier word ik dik van. Of ik hoor wel eens mensen zeggen, als ik al naar pasta kijk, als ik al naar koolhydraten kijk, dan word ik dik. En precies, dat is echt letterlijk wat je zelf kan aanpraten en dat is ook letterlijk wat er dan gebeurt. Op het moment dat je gelooft in de wet van aantrekking. Ik ben daar echt zo mee bezig en zoveel boeken de laatste tijd gelezen. Het is gewoon echt letterlijk wat er beschreven wordt. De kracht van gedachten is zo sterk, daar zijn wij ons nog niet half bewust van. Esther zegt, klopt, dankjewel, ik ga het proberen, nu die knop om. Oké, dus nu is die knop om, Esther. Doen we even nu. En vandaag start je. Deal. Kunnen we die deal maken, Esther? En laat je me volgende week even weten hoe de eerste week is gegaan. Is dat een idee? Wie heeft er op dit moment nog een vraag of wil iets zeggen? Het is nog wel een gevoelig onderwerp, I know. Maar juist daarom is het denk ik goed dat het wel besproken wordt. Esther zegt, ik ga nu boodschappen doen, lieve Kim. Dan kan ik morgen beginnen met yoghurt en vers fruit. Top! En probeer... Ja, vandaag Esther. Ik zou gewoon nu boodschappen gaan doen. En alles wat je vandaag al kan doen, dat doe je. Nu is die mindset goed. Dus meteen als die mindset goed is, ga je met een verandering beginnen. Meteen nu. Niet uitstellen tot morgen. Waarom zou je? Nu boodschappen doen, lekker dingen in huis halen en meteen beginnen met meer eten. Alles wat je nu nog kan doen is al winst. En dat betekent dat het morgen al weer makkelijker is. Want vaak de eerste switch is altijd het moeilijkste. En op het moment dat je gemotiveerd bent, is die weer makkelijker te maken. Dus nu, niet morgen. En Andrea zegt, ik doe mee Esther. Nou, dames, jullie zijn helemaal fantastisch. Doen, 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 doen. Wie heeft er een vraag nog? Wie kan ik nog helpen? Wie wil graag nog wat meer diepgang op een bepaald stuk? Esther zei, ik heb vanavond hamburgers. Maar dat is toch niet erg, Esther? Dan ga je toch van tevoren, want het is pas 10:50. Ga je van tevoren gewoon meer eten, de hele dag door eet je wat. En dan eet je bijvoorbeeld 1 of 2 hamburgers. Ik zou er 1 doen. En dan voor de rest maak je er een salade bij. Dat kan toch prima? Je kan toch gewoon die hamburgers mee eten? Ook dit is een mindset ding, hè? Je kan tegen jezelf zeggen, vandaag gaat het niet, want ik eet hamburgers. Of je zegt tegen jezelf, oké, ik heb vandaag hamburger op de planning staan. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die toch kan eten? Of dat ik mee kan doen, maar dat ik evengoed die switch al kan maken. Nou, mijn reactie zou zijn, eet een hamburger, maak er een salade bij. Eet voor de rest van de dag voldoende. Probleem opgelost. Dan heb je morgenochtend ook meer honger. Want anders dan eet je vanavond weer te veel, je eet te vet. En dan heb je geen honger op morgenochtend. Dan zit je weer te worstelen. Dus echt allemaal mindset. Hoe kijk je naar die situatie? Oké, nou ik ga ervan uit dat er nu geen vragen meer zijn. Ik hoop ik altijd als er maar één iemand is die er wat aan heeft gehad en die ik heb mogen inspireren om bepaalde dingen anders te doen, dan is het waardevol geweest. En dan ben ik blij dat ik het gedaan heb. Dus hopelijk is dat zo geweest. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor de feedback en openheid, want ik weet dat het niet makkelijk is om ik te zeggen op het moment dat je... Ja, dat ik zo'n kwetsbare vraag stel en ik zeg van, goh, wie heeft er last van emotie eten, dat je dat moeilijk is om toe te geven. Dus het is heel knap dat je dat doet. Andrea zegt, haha, ik heb door de verbouwing 2 weken geen keuken, dus salade en yoghurt komt goed uit nu. Nou, perfect. Dat is Andrea, perfect, hè. Dat is ook weer een manier van kijken. Oké, ik heb die verbouwing, ik heb geen keuken, hoe kan ik er dan toch voor zorgen dat ik goed eet? Merci! Esther zegt nee, 1. Oké, heb ook 2 uur tennissen. Oké, nou top Esther. Super. Andrea, het was waardevol Kim, dankjewel. Het was heel waardevol Kim. Nou, dankjewel Esther, dankjewel. Andrea, sorry, dankjewel Esther. En jullie allemaal bedankt voor het kijken. Als je nog steeds kijkt, dankjewel dat je lang naar mijn gelul hebt geluisterd. Volgende woensdag weer een Facebook Live. En ik hou me aanbevolen voor onderwerpen.
Dus als je ergens de diepte over in wil gaan, ergens meer informatie over wil, let me know, want ik waardeer feedback enorm. Alright, super fijne dag. En als je het later terugkijkt en je hebt nog vragen, stel ze dan gerust onder deze video, want dan reageer ik nog schriftelijk. Dat klinkt zo officieel, maar je snapt wat ik bedoel. Oké? Doei!